van kanker is in de afgelopen 10 jaar aanzienlijk toegenomen in Suriname. In de wereld en in Suriname is deze slopende ziekte doodsoorzaak nummer 2. Oncoloog Els Dams van het Diakonessenhuis deelt deze informatie met onze redactie in verband met Wereldkankerdag vandaag, 4 februari. Met deze internationale bewustwordingsdag, waarbij wereldwijd wordt stilgestaan bij de ziekte kanker en de impact ervan, tracht de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie door vaccinatie, detectie door screening en behandelingen aan te moedigen. Volgens dokter Dams heeft Suriname veel kankergevallen. En wat je eigenlijk ziet, als je nou kijkt van de afgelopen, laten we zeggen, 30, 40 jaar, dan zie je dat het aantal gevallen langzaam toeneemt. En dat heeft heel veel te maken met hoe we leven. Dus ja, als land word je toch wat rijker. Ik weet dat dat nu een beetje raar klinkt, maar het klinkt met 40 jaar geleden. En we zijn met z'n allen toch wat ongezonder gaan leven. Dus mensen lopen minder, pakken minder auto of de bus, roken, weinig lichaamsbeweging. Nou ja, u kent die dingen. En dat zijn allemaal toch een beetje risico's om kanker te krijgen. Als u nou zegt, vergelijk dan met Nederland, dan hebben wij nog minder kanker dan daar. En dat is omdat in Nederland, ja, gewoon een rijker land is. En mensen langer leven, en dat is ook een risico om kanker te krijgen, gewoon als je ouder wordt. Ik wil zeggen dat we dan niks moeten doen, dat we niet rijker moeten worden. Nee, natuurlijk niet. Maar wat belangrijk is, je kunt eigenlijk best veel doen om dat risico op kanker te verkleinen. De oncoloog gaat ook in op de verschillende kankersoorten die in Suriname voorkomen. Het is belangrijk om te weten of mannen of vrouwen is verschillend. Bij de vrouwen is het wat meest voorkomt is borstkanker. En wat daarnaast veel voorkomt in Suriname is baarmoeder- en halskanker. En dat is de kanker die wordt veroorzaakt door een virus, HPV-virus noemen ze dat. En dat is toch goed om even te vermelden, want dat is het virus waar tegenwoordig een vaccinatie voor is. Het is natuurlijk een beetje een lastige discussie over vaccinaties, maar net zoals je voor hepatitis B kunt vaccineren, wordt tegenwoordig bij de baby's gedaan, worden meisjes gevaccineerd op een 19e jaar tegen het HPV-virus. Want als je het virus niet kunt krijgen, dan kun je eigenlijk ook geen baarmoederhalskanker krijgen. En dat is voor Suriname heel belangrijk, omdat het hier heel veel voorkomt onder vrouwen. Bij de mannen is het vooral prostaatkanker. En dat kan ook als ze 40, 50 zijn. Maar de meeste mannen zijn wel ouder. Zijn boven de 60, 70. En daarnaast komt veel voor longkanker en darmkanker. Dams onderstreept dat het bij kanker erg belangrijk is om de kanker zo vroeg als mogelijk te ontdekken. Haar advies is dan ook om gelijk controle te doen bij de arts als er iets aan het lichaam is dat niet te vertrouwen is. Mannen en vrouwen boven de 50 jaar moeten zich regelmatig laten screenen op darmkanker. Voor borstkanker geldt het regelmatig screenen eveneens voor vrouwen boven 50 jaar. En bij baarmoederhalskanker gaat het om vrouwen vanaf 23 jaar.